Voor een goede nachtrust is een comfortabel bed heel belangrijk. Ik ga je daarom in deze video alles vertellen wat je moet weten over een luchtbed. Hoi, ik ben Rosanne en welkom bij Oberlink. Een luchtbed is een matras die je vult met lucht om lichtcomfort te creëren. De luchtbanen kunnen verschillende vormen hebben. Deze heeft een luchtbed nodig voor de stevigheid. Zou een luchtbed dit niet hebben, dan gaat hij bol staan zodra je hem opblaast. Heb je nou last van deze figuren in het luchtbed, dan heb je hem hoogstwaarschijnlijk te hard opgepompt. Laat wat lucht ontsnappen en je zult ze niet meer voelen. Een luchtbed kun je oppompen met een voetpomp, een handpomp of een elektrische pomp. Heb je zo'n pomp nog helemaal niet nodig voor andere dingen, dan kun je tegenwoordig ook kiezen voor een luchtbed met een ingebouwde pomp. Je steekt de stekker in het stopcontact, drukt op het knopje en de luchtbed doet zelf zijn werk. Na enkele minuten is je luchtbed vol en kun je gaan ontspannen. Er zijn veel verschillende soorten luchtbedden. En Oberlink heeft voor ieder wat wils. Let bijvoorbeeld op de afmeting, want het is heel vervelend als je voeten uit bed steken. Ook de dikte kan veel verschil maken. Niet per se qua lichtcomfort, maar wel voor het in- en uitstappen. Sommige luchtbedden zijn voorzien van een hoofdkussen, zoals deze. Dit is ideaal, want dan hoef je zelf niet nog een extra kussen mee te nemen. Een groot nadeel aan een luchtbed is dat hij weinig warmteisolatie heeft. Een luchtbed heeft een groot luchtcompartiment waarin lucht rondcirculeert. De lucht heeft dus weinig kans om op te warmen. Een luchtbed is dus alleen aan te raden voor vakanties waarbij het 's nachts nauwelijks afkoelt, of voor thuisgebruik als er bijvoorbeeld logeers komen. Een luchtbed is zonder lucht eenvoudig op te vouwen tot een klein pakketje. Je kunt hem daarom makkelijk meenemen in je bagage of thuis opbergen. Heb je nou nog meer vragen over luchtbedden? Kom dan eens langs in de winkel of bezoek de website oberlink.nl. Wil je dan nog meer video's zien? Abonneer dan op ons YouTube-kanaal.